Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. The Truth. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag gaan we een FIFA video doen. Het is dus de TO season en deze video, FIFA video, gaat dus omtrent TO season van EPL en Premier League. Dus de EFL en Premier League bedoel ik. Deze video is dus de tweede video omtrent Team Season EPL en Premier League. Of EFL en Premier League zal ik het zo zeggen. En deze video is spijtig genoeg niet gesponsord door AirUp. Maar toch, ik ga een slokje nemen van AirUp. En... Lekker. Dus ja... Ik ga nu door naar de video en dan naar de outro. Ik heb al een deeltje opgenomen van de video. De laatste deeltje ga ik deze avond opnemen om 7 uur. En dan ga ik die op vrijdag editen. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls, met editen heb ik gezien dat er een foutje is gebeurd. En ja, jullie zien mij hier nu een 2 speelspakket krijgen en een topgouden speelspakket. Het is een 45 graad pakket eigenlijk. We zijn dat dus aan het bekijken. En we gaan zo dadelijk zo... Ik was hier dingen aan het zeggen, ik weet niet meer wat ik aan het zeggen was. We gaan nu dus naar de winkel. Ik zie dat ik daar een topgouden speelspakket, een klein gouden speelspakket. Een 2 speelspakket. En ik denk dat ik eerst het 2 speelspakket ga openen. Ik ga dus eerst het 2 speelspakket open doen. En dan zien we dat ik... Dat gewoon een borden, dat is een borden, een 75 links midden Vargas uitpak. En dit doe ik dan naar de club. En nu zie ik dat ik een klein topgouden spelerspakket heb. Ook wel eens leuk om te krijgen. Ik zie dat ik dan borden uit krijg. Een goalkeeper, dat is Bouwman, 83 credit. Zoals ik altijd pak, krijg ik 83 credit Bouwman. Ik zie dat er een Eriksen en Vigella... Ook in de pack zit Aitor, Sliti en maakt eigenlijk een joke, maar ik weet niet meer welke joke ik maak. Maar toen heb ik dus de 45k pack geopend en wat ik eruit kreeg was dikke scheid denk ik. Ik kreeg een centerback, 33 reden van Spanje, dat was Pau Torres. Ik vond dit wel eigenlijk, ik kreeg Kepa en zo. Dus dit was zo'n beetje de invalbeurt van de... Oké, boys en girls, tweede keer dat ik een voiceover moet doen in deze video. Mijn mic wou precies die dag niet meewerken via OBS. Dus ik krijg hier een 15x83 plus speelspec bij dingen. Dus ik was hier dingen aan doorlullen. Ik weet niet ook meer waar ik aan doorlullen was. Dus ik krijg hier heel wat packs. We gaan de hele race een pack doorlopen. Ik opende van die zilver packs. Ik kreeg dus een zilveren pack. Ik weet niet waar ik uit die zilveren pack kreeg. Dus ik was hier gewoon aan de lopende band aan het openen. 5 zeldzame zilveren players pack. Ik was hier gewoon aan de lopende band aan het openen, zoals ik al zeg. Ik vind het wel spijtig dat deze audio er niet uitkomt. Maar ik was dus hier ook heel een zeldzame zilveren players pack. Ik weet ook niet meer hoe dat ik die aan kwam. Waarschijnlijk van die SBC te doen. Ik was hier dus ook weer wat packs aan het openen. Ook weer al Leo Duarte en wat is allemaal dat erin zat. Ik had nog 6 pakketten. Ik heb dus die dingen laten staan. Die Bundesliga pack heb ik laten staan. Dan kreeg ik hier een 5 zeldzame zilveren. Zoals altijd, ik heb die SBC gedaan. Ik heb die zeker 10 keren gedaan. Ik kreeg daar Gerkes uit. Oké. Welke speler van Antwerp. Dan 5 zeldzame zilveren. Ik opende dus die pack. Ik weet niet wat ik eruit kreeg. Ik herinner me niet meer wat ik eruit kreeg. Dus nu heb ik nog een 5 zeldzame zilveren speelpakket. De laatste geloof ik was het. En dan kon ik doorgaan naar de 15x83.
Ik zag hier dat ik aan gang ga krijgen van Spurs. 15 keer 33 spelers. Ik hoop dat er een walkout in zit. Ik hoop echt dat er een walkout in zit, zei ik. En ik was hier aan het zeggen van ja, ik heb het geopend. Dus ik kreeg daar gewoon een borden uit, denk ik. Een centerback van Dortmund 85 zuilen. En ik kreeg daar nog een gat tegen van Juventus. Europa League, man of the match. En dan, we kijken nog uit. Ik kreeg hier wel wat scheid uit, maar heel goed voor. Dan kreeg ik Insigne, ik wilde zien was hij tradable. Rice was hij tradable. Dus ik moest daar een SBC mee gaan doen. Welke SBC heb je ermee gedaan? Ik denk dat ik die EFL jonge speler van het seizoen heb gedaan. Ja, ik heb de EFL zo'n jonge speler van het seizoen gedaan. Dus ik heb daar een Rice ingeleverd. Linksachter, ik weet niet meer dat ik heb ingeleverd. Dus ik kreeg... Linksbuiten, wie had ik ingeleverd? Insigne. Dan had ik daar ook... Kanalen ingeleverd, ja. Op de keeper had ik Bouwman ingeleverd, ja, Bouwman. Dan kreeg ik een centraal van het middenveld en heb ik gewoon Berghuis ingeleverd. CDM heb ik toen, geloof ik, en mijn team was steeds ingeleverd. Ik denk dat hij Veerman was, ik heb ingeleverd. Ja, ik heb Veerman ingeleverd. De centerback, ik weet niet welke de centerback positie had ingeleverd. Araujo, ja. En wat had ik nog ingeleverd? Ik denk die Pau Torres, ja. Ik dacht dat ik die nog kon saven, maar... Nou, het team van de week, ik had er geen team van de week, dus moest ik sowieso Veerman inleveren. Zilver had ik ook niet, dus moest ik Veerman inleveren. En had ik dus Veerman moeten inleveren. Morata ging ik niet inleveren. Ik dacht dan Morata, nee, ik had het toch 7, dacht ik, in mijn eigen. Of heb ik wel Morata ingeleverd? Ik weet het niet meer wie dat ik ingeleverd heb. Ik denk Morata. Ja, ik heb Morata ingeleverd en... Oei, dan kreeg ik een communicatiefout bij de EA-servers. Want, die servers die waren weer kut aan toen die dag. En... Ik zei van, die wil ik wel allemaal hebben. Ik weet niet meer wie ik wou hebben. Ik denk dat ik Leao toe wou hebben. Dus even wel jong om het wel eens te doen. We gaan terug naar de FC, ik lever die in. Ik wacht 2 seconden, ik lever die in. En dan doen we de pack open. 3 keer Scott, Mumba en Chamadeu. En ik ben ze allemaal aan het bekijken. En ik denk dat ik... En ik ging voor Scott, geloof ik. Ik ging voor Scott. Mumba vond ik qua fysiek en zo niet goed. 5 sterren, 4 sterren geloof ik. Dus ging ik voor die. En ja, ik was al een ding aan het zeggen. En ging dus voor Scott. En ja.
Oké, boys en girls, we hebben dus de top zilveren upgrade 10 keer gedaan. En we krijgen een dubbele speelspakket, 83 plus, algemeen. Dus... Als ik alles doe, krijg ik dus... Mitoma en Palinja. Maar die nog in 3 dagen 3 uur kunnen voltooien, dat kan ik niet meer, dus... Ik moet nog 2 keer spelen voor een... voor 2000 XP. Wat kan ik hier nog doen? 20 keer voltooien. Dat is morgen dat ik die heb. Dus op woensdag heb ik die. Die heb ik op vrijdag. Er is wel niks waar ik nu nog echt XP mee kan pakken. Dus... Iets dat ik doen, dus... Eerst gaan we 6 gewone gouden spelers... al die packs gaan doorlopen. Dus hier zit niks in. Zes gewone gouden spelers. Die ga ik niet doen. Oké, we krijgen de playa. Dus gewoon nu de spelers weer al de keer. Ja, er zit niks in. Oezeman de... Nee, dat is Moussa Dembele. Niet Oezeman. Moussa de Fransman. Oké, dat is gewoon nu de spelers. Wat je kunt dan doen met die podiumen? Oké, dat is gewoon een gouden spelers, let's go. Dat is gewoon een gouden spelers, let's go. Dat is gewoon een gouden spelers, let's go. Ik kan de zinnetje blijven herhalen, maar eerst in kappie. Handicapé noem ik die in kappie. Oké. En we zitten nog heel lang op je scherm te zien. Oké, boys en girls, we zijn terug in FIFA aan te gaan. Ik hoop echt dat we erin geraken en we onze pack nog hebben, want wow. Yes. Akpom, Pierre Gianni, die heb ik al gepakt. Dat is letterlijk de slechtste team van season die ik kan hebben. Deze week en die heb ik gepakt. Op het alt-account. Dat is echt de slechtste team van season van ons allemaal. Oké, 5 zeldzame zilveren spelers. Oké, zilveren pakket. Borja Sanchez. Nu dubbele spelerspakket 33 plus algemeen. We pakken er ook geen team of season uit. We pakken er Savage 84 reden uit. Scheidpakket. Maar we pikken er wel een 33 Clayson uit, of Clayson, of een van de Superliga, 3F Superliga, FC Kopenhagen. Het is een zweet. Nou, oké, boys and girls, ik heb dus al die Watkins Team of Season vrijgespeeld. Yo! Olly Watkins van Aston Villa. Komt hij uitgelopen? Hij komt uitgelopen met het nummer 11. Lekker, joh.
4 ster, 5 ster, decent. Dan hebben we dus ook nog een Pekki. Oké, we gaan de Bundesliga pick niet openen. We hebben een topgemengd speelspakket. Ik kan het niet meer zien zitten, maar we krijgen gewoon een borden uit. Maximum. Allee. Links achter. What the fuck? What the fuck? Waarom ging die naar rechts en niet naar links? 88 João Cancelo. Oké, we krijgen wel een walkout. 88 João Cancelo. Zie je hoe gezet de getrainable? Jansen de getrainable. Dit gaan we wel weg. What the fuck, man? Ik pak er gewoon. Ja, ik pak er even gewoon een dingje. En João Cancelo. Oké, boys and girls, dit is 7 uur gepasseerd. I didn't know. Het is 4 naar 7. I didn't know. We gaan de deal nog één nog doen. Die moet ook gedaan worden. Hey, wel tot upgrade. Is er ook al, maar die ga ik niet doen. Tweede, derde en vierde competitie is niet normaal. Oké, door die SBC's te doen heb ik waarschijnlijk Ravet ingeleverd, maar maakt niet uit. Oké. We hebben nu het pakketje van de daily login. Ja, we dat gaan krijgen. Het weer samen gaat speelpakket 81 plus. En we krijgen ze geen walkout uit. Wauw. We krijgen gewoon Rodrigo 81 credit van Real Madrid uit. En Joe Gomez ook 81 credit. What the fuck, man. En nu een PU pack binnen 28 seconden. Dan komen we. Voor teruggebied. Dit is naar het alt-account. Oké. We zitten nu dus op het alt-account op FIFA 23. Wat we daarop gaan doen is ook de daily login. En misschien ook nog twee marquee matchups. Ik weet niet. Ja, heb ik hier allemaal geen matchups op gedaan. Maar dat boeit me ook echt niet. Heb ik hier allemaal geen matchups op gedaan of niet. Want deze gewoon. Alt account hier ga ik niet op spelen. Zoals je ziet heb ik er ook nog maar level 7 op. Deel login. Yes. Bronze en hub. Okay, en daar plus 200 goals. Dit krijgen wel een team season uit. What the fuck? EPL. What the fuck? Verbinding is ineens weggevallen, what the fuck?
Maar hier krijgen we dus een GMRIS. Lekker. Op het alt-account. Oké, boys and girls. Ik ben dus terug thuis na het werk. En ik heb een zeldzame speelspakket. Dus ik weet niet, dan 45 jaar pak. Ik weet het niet. Ik heb hier nog iets voltooid. 80 XP en dan nog 50 XP erbij. Dan de Spark heb ik voltooid. Ja, ik moet nog een dubbele speler 82 algemeen. Nou, wat we hier voor komen is het zeldzame speelspakket van 50 Pro Battle Series. En let's go. Hopelijk het team van season. Het is een walkoutje, een gewone walkout. Een Franse walkout, links midden, command. Het is een tijd geleden. Ben je er blij mee? Bah. Mocht ik beter zijn voor de tijd van het jaar. Ospina, Al-Nasser. Eerst een maat zegt Rebel, de snavel zegt Rebel. Zullen we daar iets mee gaan doen? Is er een player pick of zoiets uit? Alisson Becker, TNC. Ja, oh, ik had 81. Nee. Nee, wel tot zo breed dan. Ja, dan krijg ik dubbel. Heb ik niet gezien. Ah, Mount en Jesus Novels. Eerst Moreno heb ik ingeleverd. Hopla, Evel tots upgrade. Ik hoop hier niet veel goeds uit te pakken. Ik hoop hier. Ik denk dat ik niet veel goeds ga uitpakken. Even tot speelspakket. Maar dan geef je snel vast en al in de club terug. Even tot speelspakket. Oké, het is een walkout, het is een tot. Banam. 90 banam. EFL. En dat is een van de League One, derde competitie. Oké, boys en girls. Het is 7 uur en dat betekent daily login tijd. En ja, dat betekent dus daily login tijd. SBC's Filia Gilka. Deze ziet er wel nice uit. Maar die gaan we niet doen. Premier League. Wat staat er hier? Premier League Team Assistant Upgrade gaan we ook niet doen. Dan moet je 2 en 35.
What the fuck, EA? DLC en dagelijkse aanmeldingsupgrade. Let's go! Bronze. Sing, geen woord, jongen. Oké, boys and girls. Wat hebben we nog? 5 spelerspakket. 34 plus. Kan natuurlijk een tots in zitten. Een teamversie van de Premier League of van EFL. Ik hoop natuurlijk van de Prem. Een Haalandje zou echt wel perfect zijn. Oké. Hier hebben we gewoon de 81 pack. Dat was hoogstens 82 credits. Niks gemakkelijk uit. 5 spelers pakket, 34 plus. Hopelijk een team of season. Pak je gewoon een walkoutje. Een Braziliaan, een CVM. Fabinho, lekker op center. Ik heb niet lang gehad op centerback. En Sommer, Partey, Vlahovic. Oké, nu gaan we naar het alt-account en dan. Dit nu nog morgen. Dat ik nog moet opnemen. En dan kan ik beginnen editen. Dus, ja, let's go. We zitten nu dus op het alt-account. We gaan nu de alt-account. De FIFA 23 in. Let's go, Dylan is on YouTube, is connecting to the EA servers. Dat is dus voor het alt-account dat ik dit aan het doen ben. Dit is voor het alt-account dat ik dit aan het doen ben. En hier gaan we dus ook de daily login doen, team of season. Daily login. De login upgrade. Lajanka zit. Ik ken die naam niet. Ik denk dat we hier ook iets voltooid hebben. Jazeker. Team season daily login. 20 keer gedaan op deze account. Ik ben die al 20 dagen aan het doen. Amai. Hier gaan we ook eerst de 81 plus weer de golds op doen. En hier zit er wel een border in. Een Spanjaard centerback. Sergio Ramos. Kijk, waar heb ik hier als nieuw op. En 5 keer 84 plus players pack. Hier zit ook een walkout in, een Engelsman, een rechtsback. Dat is dus Trent Alexander-Arnold. En die heb ik waarschijnlijk al dubbel. Ik ga hier niet de moeite doen om die te recoveren. Leave your packs ook openen. Er kan altijd een team of seasons in zitten. Maar nu zit er camera in. Dus ja, dit was het voor vandaag. Hey! Oké, boys en girls, dit is donderdagochtend 9:25 op 11 mei. Ik heb net een streampje gehad. En ik ben dus zo gaan kijken. Bij seizoensvoortgang. Ik denk niet dat ik voor die Fit Birthday Icon DCI ga gaan. Ik denk dat ik gewoon voor de 25 spelers 84 plus ga gaan. Waarom? Omdat ik meer fodder nodig heb, meer high-rated fodder. En ik denk dat ik die pack ga pakken. In plaats van Fit Birthday Icon DCI. Want qua stats is mijn Varaan even goed zelfs. En Varaan is een betere kaart, vind ik zelf persoonlijk. Ik ga. Allee, dat gaat meer rating brengen. Alleen meer chemistry brengen qua
Premier League. En deze gaat echt niet veel chemistry bijbrengen. Daar gaat chemistry van verliezen. Naar de Premier League. En met die 25 spelers, 34 plus. Kan ik wel een tots pakken of zo. En ik kan niet zo van 1 van 3 EFX tots pakken. Ik ga gewoon voor het pakket gaan, de 25 spelers, 34 plus. En hier ga ik ook voor de 5 spelers pakket gaan. En bij Rooney. Sorry, Rooney is echt wel een goede spits geweest in zijn tijd. Maar ik denk dat ik gewoon voor de 30 spelers 84 plus ga gaan. Ook voor dezelfde reden. Meer fodder. Ja. Meer fodder. Want zie welke spits dat ik nu staan. Cantona presteert nog altijd heel goed. Die zijn stats. Ik denk niet dat ik die ooit ga willen kwijtraken, die Cantona. Zowel Anton qua stats is ook heel goed. Barnes qua stats. Ja. Beron qua stats is ook heel goed. Elke speler bij mij qua stats heel goed. João Cancelo is qua stats middelmatig. Maar ja, dat is ook een verdediger die gaat ook niet heel veel scoren. Varane qua verdediging is ook echt heel goed. Is echt een rot op de verdediging. Heeft me al heel dikwijls uit de brand geholpen. Ook 49 goals en 82 assists. 49 goals. Dat zijn allemaal headers. Dus echt wel een goeie. Qua koppen is hij heel, heel goed. Zoals je ziet. Wij is het verdedigen? Of wat is het? Nou, keurig koppel. 92 dus. En Vidic. Vidic heeft nou keurig koppel 97. Dus ja. Hij heeft ook al 22 binnengekopt. Dus ja, één rode kaart wel voor Vidic. Oké. Okay. Kan gebeuren. Die Emerson Royal is nu wel wat minder nou, qua nauwkeurige kopbal en zo. Dus. Ja, maar die positie aanval en afmaken en zo, is echt wel beter. Omdat ik er nu een jagerkaartje heb opgezet. En in de goal nog altijd de geel. Dan heb ik de geel teruggezet. Duiken is nu 99. Balbonden is nu 88. Goalkeeper trappen is nu 88. Reflection is nog altijd 92. Versnelling en sprintsnelheid is. Versnelling is 55, sprintsnelheid is 53. En positie is 88. Dus eigenlijk wel een goed kaartje overal. Dus. Ik zou zeggen van. Nou, ik kan Ederson een kans geven. Ederson staat ook op mijn muur. En. Dan die hier zou zetten. Wat zou die dan zetten? 99 duiken. 88 balbanding en 99 trappen. Ja. Ik denk nog altijd voor de DG gegaan. Team is hier in mijn team of wel een voetballer, ik weet het nog niet. Dan heb ik hier Crespo. Eigenlijk is alles wel perfect. Ja. Ik zou zeggen van, ik hou deze team ongeveer. Misschien dat er een haalertje of zo gaat bijkomen. Maar dat weet ik nog niet. Ja. Dit is ongeveer mijn team. Hoe dat ik het wil staan hebben. En echt, het is moeilijk om goede spelers te pakken dit jaar. Maar hoe dat ik het hier heb staan, vind ik het wel best wel goed. 33 van 33 teamgeest, 90 rating, 90 beoordeling. Echt wel het perfecte team. Het perfectste team dat ik heb staan eigenlijk. Ik kan ook nog altijd Roy Keane inbrengen, omdat ik het echt wil. Dan heb ik ook 90 rating, dus ja, ik kan nog altijd zien, Roy Keane. Ja, ik wil het misschien nog bijhouden. Dus ja, zoals het nu staat, is het echt wel goed.
Ik had een beetje switchen tussen Declan Rice en Roy Keane. Nu heb ik 5 spelers. 1, 2, 3, 4. 5 spelers van de Premier League staan. En misschien dat ik er ook nog Lampard ga inzetten. Ik heb nu zijn 86 rating. Rated kaart, dus ja. Maar dat gaan we nog wel zien. Dit is eigenlijk zo'n beetje de FIFA waar ik het meeste icons had. Oké, boys en girls, we gaan nu het preview pack openen. Gaat scheid in zitten waarschijnlijk. En zal ik het zeggen, gaat er scheid in zitten. Een Spaanse TVM van Girona, Oriol Romeu. Maar 80 rated of nee, 78 zelfs. What the fuck, wat een scheidpack. Mezelier, die had een team of season moeten krijgen, vind ik. Dus ik zie maar ik dubbel had. Spicy boys. Nee, ja. Positie aanpassing zorg 2,4K. Oeh, kan wel. Ik ga zien wat dat de prijzen zijn voor al die spelers. Oh, maar ja, ik heb niet genoeg coins. Oké, boys and girls. Dit is 7 uur in de fucking avond. En het is ook het laatste shot, het laatste opname van deze. Het is ook de laatste opname van deze video. En weg is Alphonso Davies, center forward Ankunku. En Kunku gaat in Team of the Week zitten. Ah, Team Season zitten. En Kunku! Team Season dagelijks aanmelding upgrade. Let's go. We gaan gewoon een bronzen keeper inleveren. We moeten nog maar geen matchups nog eventjes doen. Nog twee SBC's en dan maar geen matchups. Twee zeldzame gratis spelerspakket. Eerder plus algemeen. Wat gaan we krijgen? Geen team of season. En Didi! En Didi en Madison. De nieuwe plekje hebben we dat straks geopend. Is er. Jij wil het dus ook met Sven aan het bellen en ja. Daar wil ik soms is er. Dus ja. We gaan ook op het alt-account de D-login completen. Talk to the middle finger. Nee, dat begrijp ik toch niet. Dat horen ze niet, hè? Ik heb dit over mijn AirPods. Oké. Oké, nee. Team is in de login, let's go. Oké. We hebben de bronzen ingeleverd en we gaan nu. We hebben nu dus ook nog een pakket, denk ik. Nee. Roar of Leap, Roar.
Als we 100 XP hebben, hebben we nog een Small Prime Gold Player Spec. Altijd braaf. 81 plus 200 gold, oké. En dan krijg je gewoon. Ja, Ricardo Pereira 83 credits, lekker. En dit was zo'n beetje de video over naar outro Dylan. En hier zijn we dan aangekomen bij de outro. Ja, heel wat packs geopend. En heel wat dingen gedaan bij de FIFA. Maar nu wil ik jullie dus bedanken voor het kijken naar deze nieuwe FIFA video. Mijn naam is Nat Dylan en ik zie jullie guys graag terug bij een nieuwe FIFA video. Dat gaat volgende week zijn. Dus ja. Let's go. Dat is, ik weet nog niet welke team of season dat het dan gaat uitkomen. We zullen dat wel zien. En dan is de nieuwe FIFA video. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie graag terug bij een nieuwe FIFA video. Bye bye!